half 7. Maandag. 12 februari. Nee, 11 februari, sorry. 5 graden, droog. Eindelijk. Rijden Moerkapelle uit. Richting Montfoort. Het is nog donker. Het blijft wel een uurtje donker, denk ik. Dus we gaan het weer meemaken deze week. Weekend net achter de rug. Heftruck certificaatje in de pocket. Afgelopen zaterdag cursus voor gedaan. De verplichte uurtjes voor de code 95. 7 uurtjes gemaakt. Van de 35. En nu dus, zoals gezegd, de werkweek weer gestart. Onderweg naar Montfoort. Welkom aan boord. Tijd van dit ritje is een half uurtje, maar gezien de tijdstip, 7:15 nu bijna, verwacht ik eigenlijk toch wel een beetje file. Dus het zou zomaar op kunnen lopen tot 3 kwartier. Maar ja, misschien valt het mee.
Gouwe Aquaduct. Daar gaan we nu onderdoor zo meteen. Dat is wel een knooppuntje. Dan kunnen we twee banen vanaf de A20. Hier samen op de A12. Geef wel eens de nodige opstoppingen, zeker op de A20. Vanaf Rotterdam komt. Maar valt hier nog mee. Straks krijg je nog een toevoeging van de N11. Dat is meestal wel een stuk drukker, toch? Daar heb je vaak op de A12 al redelijk last van. Misschien valt het een beetje. Een beetje dufjes, zwaar weekend geweest. Cursus op 2 verjaardagen. Nou, weet je het wel. De verjaardag zit je weer een glaasje spaarrood. Dus, Die zijn even lekker vol te vreten. Biertje erbij. Lekker op. Morgen alweer de eerste calorietjes eraf gelopen. Gelopen. Vanaf huis naar waar mijn vrachtwagentje staat is bijna 5 kilometer. Dat heb ik vanmorgen maar weer eens even lopend gedaan. Dat betekent dat ik dat vanmiddag ook weer lopend terug moet doen. Dus dan heb ik bijna 10 kilometer gewandeld vandaag. En ja, als je de hele dag op je reet zit, dan is dat wel lekker hoor. Wel
je nog niet genoeg ruimte had om er tussen te komen, geloof ik. Dus dan moet je er maar even voorsnijend tussen komen.
Ja, er stonden allemaal stil. File nou weer verstond, Joost mag het weten, maar dat is altijd zo. Dan sta je gewoon even 10 minuten stil of zo, 5 minuten, en opeens rijdt het weer. Dus
waarschijnlijker dat iemand ergens zich heeft verremd of weet ik het. Dus ik vind er niks. Gewoon die spookvirus.
Vliegtuig bereid. Ik weet ook vandaag heel een keertje wakker geworden. Met zijn kont. En ik net niet. Wat een kunst om geen stoeprandjes te raken met je banden. Niet zo best voor die bandjes. Dan denk je, oh, een bandje, ben je toch een nieuw op? Ja hoor. €500 komt eerst. Mazzelen. Eén bandje. Dat je een kwaliteitsbandje hebt, dat je hebt 600, 700 euro. Ja. Zien aan de manier van richting aangeven dat dat een buitenlandse chauffeur is. Die geven namelijk als ze het onder opgaan richting aan maar links. Dat is iets wat je bij ons niet leert. Vroeger moest je richting aangeven voor een rotonde welk kant je uitging. Als je tot driekwart ging nemen, dan zet je op links. Rechtdoor moest je niks doen en ging je naar rechts, dan moest je naar rechts knippen. Tegenwoordig hoef je alleen maar te knippen als je eraf gaat. Maar buitenlandse chauffeurs knipperen eigenlijk altijd ook als ze erop gaan. En dat doen ze altijd naar links. Ja, je doet het zoals je het geleerd hebt. Weer naar links. Ik zou dan denken van nou, die gaat drie kwart of zo. Dat wil ik dan wel eens doen. Als je achter mij weet van nou, hij gaat drie kwart. Het verkeer wat er aankomt weet van hij blijft op de rotonde. Het hinderlijk is nog mensen die helemaal geen richting aangeven als ze eraf gaan. Want jij staat te wachten. Ik denk dat ze er even doorgaan, maar dat ze er toch afgaan. Het begint toch wel een beetje lichter te worden buiten.
Zandvoort, industrieterrein. Dan geeft hij ook richting aan naar links. Dat is best verwarrend, want daar gaat hij naar links. Maandag op het ritje eventjes, kort ritje, half uurtje ongeveer, iets langer, vanwege die file. Ik ben bijna op plaats van bestemming, dus ik ga er een eind aan breien. Graag tot de volgende keer, bedankt voor het kijken. Groetjes.